Heb je nou een hele grote doos sigaren meegebracht of zo? Nee, er is een prachtig boek uitgekomen bij Mattie van Kamman over Piet Keizer. En daar heeft Piet Keizer zijn zoon Rinze aan meegewerkt. En het leven van Piet Keizer, dat is natuurlijk een heel mysterieus leven. Je ziet daar de cover, maar ik heb de chique uitgaven. Er zijn er wat minder van gedrukt. Dan heb je een prachtig boek en je hebt ook nog een kunstwerk van Kamp Zeedorf. Dat is een kunstenaar. Okay. En dat hangt tegen het Olympisch Stadion aan. Dat krijg je er ook nog bij. En dat is werkelijk een prachtig boek over een man die eigenlijk tijdens zijn voetbalcarrière zich nooit blootgaf. Interviews had hij een hekel aan. Hij had allerlei incidenten vaak met trainers. Want aan trainers had hij lak. Hij vond trainers helemaal niet belangrijk. Had altijd problemen met Hans Kraaij. Daardoor is hij eigenlijk ook gestopt. Michels nam die niet serieus. Hij vond voetballers eigenlijk veel belangrijker dan trainers. En ik vind dat wel een kern van waarheid in zit. Maar het is echt een voor de mensen van de generatie die je meegemaakt hebben, is het een prachtig boek. Heb jij nog Piet Keizer meegemaakt? Nou, ik heb Piet niet als voetballer, maar wel als zaakwaarnemer. Bij Cor Koster en Maarten de Vos. Ging hij altijd mee. En was wel heel leuk. Heeft voor die belastingschuld voor jou gezorgd, of niet? Of was hij dat niet? Nou, daar wil ik niet Piet achteraf de schuld van geven. Nee, hij had daar ook niet zo heel veel mee te maken. Maar Piet, dat was wel een hele bijzondere man. Weet je, dat was een beetje een mysterieuze man. Dus een beetje bangig voor zijn reactie kon je zijn. Want hij was redelijk onvoorspelbaar. Hij was een hele lieve man. Maar wat ik het mooiste vind, zijn dit soort foto's. Hè? De glorietijd met Ajax, begin jaren 70. En dan met name die kleurfoto's. Maar las dat die documentaire er ook van. Dat was ook prachtig wat hij daar liet zien. Zo ja, bewegingen dat je dacht van. Ja, maar het was een prachtige voetballer. Het was de favoriete speler van Willem van Hanegem. Ja, ik vond hem beter dan Cruijff, zei hij wel. Was, nou ja, Piet was meer kunst. Ja. Kun je nagaan wat je bij elkaar had toen. Met Cruijff, Van Hanegem en Keizer. En ook allemaal persoonlijkheden natuurlijk. Ja. Moeilijke mensen, best wel. Als coach was voor het niet makkelijk. Ja. En hoe duur is deze, Johan? Dat weet ik niet hoe duur die is. Okay. Maar hier zijn, ik geloof, 1000 of 2000 van gedrukt. En ik vind dit prachtige dingen van dit soort spelers. Ik heb een keer een avond gehad, ik heb het wel eens verteld, in Barcelona met Cruijff en Piet Keizer en Jan Donkers van de VPRO en ik. En dan heb ik de hele avond met mijn oren zitten klapperen, want dan krijg je eens inzicht hoe het werkelijk ging, waar die twee met elkaar zaten te praten, dat Michels volledig ten onrechte een groot trainer was geworden. Want zij, als wij uitgevoerd hadden wat hij wilde, hadden we nooit een Europa Cup gewonnen. Dat vonden ze helemaal niks. Michels gaf een tactische bespreking en dan zei je hun, als het afgelopen was, we doen het zo, hup, 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 hup. En dan, Michels was toen de uitvinder van het totaalvoetbal. Hè? Dat soort dingen, daar was Keizer heel sterk in. Hè? Die had niks met trainers. Met gezag vooral niet. Nee, met gezag, ja. We hebben een app, dat mag u niet missen. Hè? Download hem nu voor leuke video's en het allerlaatste voetbalnieuws.